Steven Debbie Peshaat, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, blikt positief terug op zijn eerste zittingstermijn. In een gesprek met de nieuwsdienst merkt hij op blij te zijn dat de organisatie vertrouwen in hem heeft gesteld door hem opnieuw te kiezen als voorzitter van de organisatie. We hebben vorig jaar heel veel belangrijke, ik zou zeggen leuke dingen kunnen doen. Waarom expliciet vorig jaar? Vorig jaar bestond de VES 50 jaar, 17 oktober om precies te zijn. Vorig jaar hebben we voor het eerst het staatshoofd gehad bij de nieuwjaarsreceptie. Doorgaans waren het vooral belangrijke mensen in de economie, dus of ministers van Financiën, toppers van de centrale bank. Dus voor de eerste keer dat een president de nieuwjaarsrede heeft gehouden, dat was januari 2022. Oktober waren we 50 jaar. Daartussenin hebben we twee belangrijke thema's gedaan die te maken hadden met duurzaamheid. Eigenlijk drie. Met duurzaamheid. Een discussie over hoe je duurzaam het bosbeleid en eigenlijk de houtsector inricht. Zodat meer banen gecreëerd worden, wat houdt dat precies in en hoe zou zo'n pad eruit moeten zien. Debbie Peshaat zegt verder dat de organisatie voorstander is van de themadiscussies, zoals die het afgelopen jaar zijn gevoerd. Er zijn ook vooruitzichten waaraan hij graag wil meewerken. Ik vind duurzame ontwikkelingsaspecten, het belichten daarvan erg belangrijk. Het meenemen van grote delen van de samenleving en het economisch verhaal. We zeggen het altijd als VES, ergens op school vindt het toch vrij veel Surinamers economie als vaak niet sexy. Desalniettemin vertaalt de economie zich in ons land vaak negatief naar het werkelijke, de praktijk, de man van de straat dus. En dat zou niet zo moeten zijn. Om economie te laten werken voor jou heb je dus wel een beetje begrip nodig van wat gebeurt er. En met name geldzaken, wisselkoers is eentje ervan. Er zijn niet veel samenlevingen waarbij wisselkoers zo topprioriteit is. Maar in Suriname wel. Dus dat zijn enkele ingrediënten van de economie die wel spelen bij de burger. Waar we wel een rol hebben om dat goed uit te leggen. De VES kijkt uit naar de doorvoer van maatregelen die een positief effect zullen hebben op de economie. Volgens Debbie Peshaat blijft de vereniging sceptisch over positieve groei en duurzame ontwikkeling.